Het pompgemaal Wageningen in Keri is deels weer kapot. Het pompgemaal draait slechts met één pomp, terwijl de andere helemaal kapot is. Hierdoor worden boeren niet optimaal voorzien van water voor hun rijstarealen, zegt voorzitter Harinenden Omrouw van de Surinaamse Paddyboerenassociatie. Dit probleem is al maanden geleden aangekaart bij de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij. De boeren geven de aannemer die belast was met de reparatie van de pompen de schuld van de kapotte pomp. Nieuwe regering gekomen, de aannemer was er, wij hebben weer doorgedrukt dat de aannemer moet weg, want hij kan het niet doen. En oké, de huidige minister heeft een beslissing genomen, hij is eruit gezet nu. Met zijn betaling en dergelijke heeft hij een heel goede bedrag ontvangen. Maar in de tussentijd had ik de minister gewaarschuwd. Stuur deze man direct, want de pomp is kapot. Laat hem niet gaan repareren. Anders ga je weer problemen krijgen. Want hij gaat, als hij gaat draaien en leveren aan LVV, dan ga je problemen krijgen. Oké, de minister heeft aan mij niet geluisterd. Hij heeft die man dus alles laten doen. Die man heeft het geleverd. Na 2 dagen is pomp nummer 2 kapot gegaan. Tot nu toe is het nog niet gemaakt. Omrouw zegt verder dat het meer dan ooit belangrijk is dat de pompen die van India komen worden geïnstalleerd. Suriname heeft geen deskundigen om het zelf te doen. En de minister heeft me wel beloofd dat hij gaat een inschrijving houden voor het installeren van de nieuwe pompen. Maar helaas is dat nog niet gedaan. Ik denk dat het komende week of eind van de maand gaat dat gebeuren. Alhoewel, het heeft het wel geregend. Anders zouden wij 6.500 hectare niet kunnen inzaaien. Voorzitter van de Surinaamse Paddyboerenassociatie, Harinenden Omrouw, tegenover onze nieuwsdienst. Het pompgemaal van Wageningen is wederom kapot. Hij hoopt dat de nieuwe pompen die uit India komen zo gauw als mogelijk worden geïnstalleerd. LVV-minister Seudin verklaarde eerder tegenover onze nieuwsdienst dat de pompen nog niet kunnen worden geïnstalleerd omdat de deskundigen uit India niet kunnen afreizen vanwege de COVID-19-pandemie.